Ik ben er klaar mee. Ik ben heel overzeik. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben gisteren weer naar de KNO-arts geweest in Leiden. Deze was de tweede keer. De laatste keer was ik in oktober geweest en ik mocht nog een keer terugkomen als ik het niet vertrouwde. Nu vertrouwde ik de uitkomst van het eerste onderzoek op zich wel. Alleen het feit blijft dat ik gewoon ontzettend veel last blijf houden van mijn stem. En daar heel erg slijm bij heb. En ik wil toch wel eens weten wat het nou is. Nou, eigenlijk hetzelfde onderzoek gehad. Nou ja, ik ging eigenlijk omdat ze de vorige keer had gezegd van nou, als je nou echt last blijft houden en je vertrouwt het niet, dan kom je terug. En dan zouden we als laatste onderzoek nog eventjes onder narcose kunnen gaan kijken. Nu ging ze gisteren dus gewoon weer kijken eventjes door de neus met een slangetje. En toen zei ze dat, eigenlijk super positief, maar dat ik gewoon ontzettend blij moet zijn met de stembanden die ik heb. Er is niks te zien, niks afwijkends. Ja, een heel klein prominent vaatje, maar dat moet niet de klachten veroorzaken die ik dus heb. Werking is goed. Het ziet er wel allemaal goed uit. Fucking frustrerend. Want ja, waar komt dan die pijn vandaan? Waar komt de slijm vandaan? Al met al dus weer geen antwoord. Ik heb hier nog een brief liggen. Ja, ik ben gewoon fucking gefrustreerd. Ik weet het niet. Ik ben er klaar mee. Ik ben heel overzeik. Ik heb mijn sportkleding aangetrokken en ik ga een rondje rennen. Je gaat niet blijven zitten, denk ik. Je gaat vallen. Komt goed. Tot straks. Trakjes. Zoals ik al heb gezegd, is het nu weer tijd om voor mezelf te zorgen, weer lekker in mijn vel te komen. Dus ik heb mijn haren laten doen, weer naar kapper geweest. Ik ga weer op mijn eten letten, ga weer wat meer bewegen. En we gaan weer lekker onder de zonnebank. En aangezien er net nieuwe lampen zijn gezet in de zonnebank, gaan we die even uitproberen, dat we niet levend verbranden zo. We moesten hem ook al wat korter zetten. Zo. Kijk, zo dan. Hallo. Brilletje erbij. Lekker crème. Nou, ben benieuwd. Zo, dat was even lekker. Gelijk rode wangen. En sproetjes, mijn hemel. Sproetjes komen altijd echt in het kwadraat gewoon. Zo, en dan ga ik nu even lekker in deze mooie douche. Ik heb een receptje gekregen van René en die gaan we vandaag maar eens uitproberen. En dit is een spiraaltaart met courgette, wortel, cherrytomaatjes, beetje room, beetje kaas. Klinkt allemaal heel lekker. En ik moet zo meteen werken, dus René gaat hem weer proberen. Dat is mijn proefbunny. Deze is bijna paas. Bunny, paas, bunny, paas. Heel slecht grapje. De spierpaar van gisteren. Ja, lekker weer. Ziekje erbij. Moet ik koken? Nou, op zich is het niet heel ingewikkeld. Er zijn alleen een paar handelingen die heel belangrijk zijn. En die gaan we nu eventjes laten zien. Dat zijn de courgettes. Een worteltje. Stukje eraf halen. Twee eieren. Tomaten, cherry tomaatjes. Parmezaanse kaas. En verse slagroom. Ja, wat ik altijd handig vind is courgette in het midden te snijden. En dan zo door het midden te snijden. Omdat ze vrij lang zijn, dan krijg je, ja, dat ga je allemaal moeilijk doen, dus dat is niet heel handig. We hebben dunne plakjes. De kaas is altijd wat dikker. Als je snijmachine hebt thuis, is het wat fijner. Maar ja, wie heeft er nou een snijmachine thuis? Ka-
kaaskaas zou je het ook nog kunnen op een mandoline. Ja, lekker bestrijken, strooien, nevelen, zout. En zout zorgt ervoor dat de courgette zijn vocht een beetje eruit gooit. Zo, die eventjes 15 minuten liggen. Even kijken, roomkaas erbij pakken, verse slagroom en die gaan we eventjes oplossen. Hier zit in 500 ml en we hebben nodig 50 ml. Weer 50 gram roomkaas, die zet op een laag vuurtje. En dan doen we nog zo'n 50 gram Parmezaanse kaas bij. Een beetje roeren, een beetje oplossen. Ik heb hem nu op een heel laag vuurtje gezet, zodat het lekker gewoon kan smelten. En dan gaan we ook zelf doen met de wortel. Even schoongemaakt, geschraapt. Hier is een lekker muziekje opgezet, ik weet niet of het te hard staat. Misschien wat fijner. Ja, de courgette is natuurlijk echt vol en die bevat heel veel vocht. De wortel is in principe wat anders, veel vaster. Snijd de eerste twee plakken aan de onderkant eraf, dan heb je een vlakke kant. Let wel goed op, want je kan natuurlijk flink uitschieten met de snijden van de wortel omdat het vrij hard is. Dus het is handig dat je mes lekker scherp is. Zo. De roomsaus is lekker gesmolten, een klein beetje zout, een klein beetje peper. Ik kan er een beetje bieslook bij doen, verse kruiden, peterselie. We gebruiken vandaag een Italiaanse mix. Hou er rekening mee dat hier natuurlijk ook al wat zout bij zit. Niet te veel zout, want anders wordt het natuurlijk allemaal heel erg zout. En dan overheerst het zout en dan proef je niet meer de rest. Maar alleen, je raadt het al, zout. Kijk, heerlijk. We hebben hier de tomaatjes, het kontje eraf. De tomaatjes zijn gesneden. Die hebben lekker gelegen. Gooi het allemaal eventjes in een vergiet. Afspoelen. Uitgespoeld. Even terug op het doek. Een beetje olie erin. Zo, ja, en dan ga je beginnen. De kaassaus is een beetje afgekoeld. Ik pak er even een garde bij. En dan gaan we rustig de eitjes er doorheen kloppen. 2-3 eitjes. Altijd een beetje proeven tussendoor, dat je weet van nou, dit is een beetje de smaak die ik heb. En dit is wat ik eigenlijk wil. Kun je nog een beetje aanpassen. Ik vind het mooi. Ik ga over de taart netjes verdelen. Hij is goed als klaar om hem helemaal af te maken. Een paar heerlijke cherry tomaatjes. Ik snij ze wel een keer door de midden. Want als je cherry tomaatjes in een pasta doet of in de oven, helaas een heel, dan krijg je van die lava bommetjes. Bij deze weet je in ieder geval dat ze open zijn, dat hoe warm ze zijn. En je niet in één keer zo'n hele hete bal in je mond krijgt. Dus ja, ik vind hem zo wel klaar. Mooi, hè? Even de open. En dat is hij. 20 minuutjes in de oven. Af laten koelen. En daarna kun je koud, warm, lauw serveren zoals je wilt. Dus ik ben benieuwd. Ik ben hem er even bij gaan zitten. Want godverdikke, maar ruikt hij lekker. Ik vind deze ook. Goed.
Reggie moet altijd bovenop je gaan zitten als ze de kans krijgt. Dus als je op de grond gaat zitten, dan emoji die komt gewoon lekker bij je. Lekker. Komt gewoon bij je. Maar Reggie die moet altijd op je gaan zitten. Een soort van dominantie of zo. Ik weet niet wat het is. Maar goed, de taart. Oh, ruikt zo lekker. Hij ruikt zo lekker. Kunnen we het goed zien? Oh my god. Bijna klaar. Hè? Ja, laat er maar bij zitten. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier vorig jaar een aardig leuk hoekje gecreëerd. Een soort van hondenhokje. Maar het hout is van MDF. En dat is gewoon geperst hout. Dus dat gaat natuurlijk werken met de verschillende seizoenen van het jaar. En dat gaat een beetje uitzetten en dat gaat een beetje verkleuren. Het is gewoon niet zo mooi. Nu heb ik een aantal pallets uit elkaar gehaald en nieuw hout. Maar voordat we dat dus kunnen installeren, moeten we deze even uit elkaar halen.